Het is zaterdagmiddag 2:30 en in Alkmaar speelt PSV onder 19 de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. En er is nog veel om voor te voetballen. De ploeg van Geert Brusselers wil kampioen worden. En dan moet het in ieder geval winnen in Alkmaar van AZ. Het zijn PSV en Ajax, ook hier, die in een hevige kampioensstrijd zijn verwikkeld. Beide ploegen staan op een gelijk aantal punten. En is dat na deze wedstrijd nog zo, dan volgt er een beslissingswedstrijd. Lammers is dit. De paas is perfect op Joey Konings. Die gaat om doelman List heen, maar dan is de hoek te lastig. En dus geen treffer voor Konings. Die startte aan de rechterbuitenkant vanmiddag. Dit is Lammers. Knappe actie. Vindt de ruimte voor het schot. Ditmaal de redding van List. PSV en Ajax dus verwikkeld in een kampioenstrijd. Maar ook AZ kan nog kampioen worden. De ploeg staat derde. En bij winst op PSV en een nederlaag van Ajax is die ploeg kampioen van Nederland. Kortom, het is razendspannend in deze competitie. Abels trekt naar binnen. Abels schiet met links en Abels scoort. Mooie goal. En PSV heeft die treffer waar het naar op jacht was. Met zijn mindere linker Abels, maar het schot is List te machtig. En dus lachende gezichten bij PSV. Rigo. Konings legt terug. Maar AZ kan uitverdedigen, maar doet dat niet goed. Hier opnieuw Abels. Krijgt de ruimte. Ditmaal schiet hij met rechts. Lekker schot zeg. En een knappe redding van List. En zo hij toch de opvallendste man in die openingsfase. Aanvoerder Dirk Abels. Verret. Ook hij krijgt wat ruimte. Kapt naar zijn rechterbeen. Matthias Verret schiet. En ook dit is een lekker doelpunt in de verre hoek. En dan staat PSV op 2-0. En in Tilburg, de wedstrijd die daar gespeeld wordt tussen Willem II en Ajax, daar is het dan nog 0-0. En dus zou PSV bij deze stand kampioen zijn. Konings. Kapt van links naar rechts. Bedient dan hier Lennart Daniels, maar hij schiet over. En zo staat het maar 2-0 zou je kunnen zeggen, want het had ook 4, 5, 6-0 kunnen staan in het voordeel van PSV. Kardesh. En hier zowaar een keer een aanval van AZ. Ziet er gevaarlijk uit. Sterker nog, de treffer is daar. Ferdi Druif. Hij zorgt vlak voor rust voor de aansluitingstreffer. En dat is toch wel een tikje dat PSV moet verwerken. Zo vlak voor de T. Maar na rust, de eerste kans wel weer voor de Eindhovenaren. Voor Sam Lammers. Knappe actie. Knappe redding ook van List. Verret. Prachtig paasje met buitenkant rechts op weer Sam Lammers. En dat hij kan voetballen, dat weten we. En dit scheelt niet veel. Banani. Daniels. Weer Banani. Wanneer valt die treffer voor PSV? Rigo. Die kan aardig schieten, dat doet hij hier. Dante Rigo. Opnieuw de vuisten van Maarten List. Marge nog altijd maar 1 en dus is het oppassen geblazen voor PSV. Ajax staat in Tilburg inmiddels met 1-0 voor. En dus bij deze stand zou er een beslissingswedstrijd volgen. Maar dan moet het wel zo blijven, want dit is Schouten namens AZ op de paal. En dus zou het lekker zijn als er een derde treffer zou volgen voor PSV. Duarte, ingevallen. Goede paas op Matthias Verret. Grote kans weer. Verret met het schot. En de bal kust daar de lat boven List. En dus weer geen treffer voor PSV. Schouten stoot nog maar eens op namens AZ. Want die ploeg heeft zoals eerder gezegd niks aan een nederlaag. Het moet winnen. En dus gaat het in de slotfase op jacht naar doelpunten. Dit schot is aardig van Koopmeiners. Maar wat te denken van de redding van Yannick van Os. Het is overleven in deze fase voor PSV. En het overleven dat gaat maar net goed. Want hier een hachelijke situatie voor het doel van Yannick van Os. Bal van de lijn gehaald en dus komt PSV ontzettend goed weg. Voorzet Banani. En ja, die bal komt daar op de hand van Karim Banani. En bij PSV
is er de grote vrees dat hier een strafschop gegeven gaat worden. Scheidsrechter De Wit heeft overlegd met zijn assistent. En De Wit, hij wijst naar een plek net buiten de 16. Abels protesteert, maar Abels zegt oké, als je hem er buiten legt is het prima. Maar in de herhaling zien we dat ja, die bal die is 4 meter in de 16. En dus komt PSV hier ontzettend goed weg. De vrije trap moet nog wel genomen worden. Weggewerkt door Verret. En dan fluit scheidsrechter De Wit af en wint PSV dus van AZ. Ajax wint van Willem II en dus volgt er een beslissingswedstrijd. Die wordt op dinsdagavond in Emmen gespeeld.